Artiesten klaar. De verf die ik gebruik te verdunnen met vloeibare uitleg over God en zijn abattoir en zijn getande muil. Het leven link, link, link als een paukenslag op een lege emmer. De piano heeft ook haar volle toetsenbord. Het wit en het zwart waartussen de dood is en de liefde. Bonjour, Jacot. Vous êtes mon inspiration. Oui, c'est l'amour qui fait... Ma peinture. Het is ma peinture, hè? Ja. Ma peinture. Ik vond het vrouwelijk naakt vond ik ongelooflijk fascinerend. En het is ook met, omdat het gaat om de kwetsbaarheid van het lichaam. En de ontroering die er toch ook vanuit gaat. En het ging mij niet om speren van borsten of mooie heupen. Of, het ging mij om het lijf. En ook wie er in het lijf woonde. Het schilderij is eigenlijk mijn kleur haar, wat ik daar bijna niet meer heb. Mijn stemgeluid, de maat schoenen, je oogopslag, de wijze waarop je staat, hangt, wandelt. Het schilderij is, dat ben ik. Die link, die zit er niet goed op. Daar word je verdrietig van. En dan moet je er weer eruit halen. Wie met zo'n mes. En dan moet je gaan staan krabben. Schuren. Maar die kluit verf die je eraf gehaald hebt, die verdrukt er weer. Hup. Kijk. Dat komt. Prachtig effect. En dan met je vingers. Nou, en dat... Denk je nou, is het op goed geluk? Nee. Er is toch een controle ergens in je blik, in je kijken, van hier kan ik nog heel veel mee. En nou, ik heb eigenlijk met tube schilderen ook, zo'n tube. En dan doe je dit. En dan maak je zo'n lijn. Nou, het is gewoon, zo'n tube werkt als een, dat is eigenlijk dat is een leegknijp ook. Je hoort het geluid als bij een orgasme. En zo, en het is ook met die percelen, het geluid van dat roeren in die verf. Dat heeft zelf, zichzelf al een sensatie. En dan zag ik ook een prachtig groot blikken vliegtuig. Rood met witte strepen. Of wit met rode strepen. En ik zeurde mijn ouders gek, want ik wilde dat mooie vliegtuig hebben.
Mijn vader zegt, nou, als je nou aan het etalage loopt, neem je een stukje papier mee. En teken jij dat vliegtuig, dan heb je hem ook. Nou, ik heb het gedaan. En dat was het, eigenlijk het eerste blijk van het in bezit nemen van een stukje wereld. Daar werd je fantasie geprikkeld. Hè? En dat was de eerste regels van je eigen verhaal als klein jongetje. Martineau's grove seks. Nou, dat hield ook nooit op met vooruit te schelden. Hoe bedoel je? Nou, kijk, ik ben altijd grove seks. Ja, dat is werkelijk, dat is walgelijk. Eigenlijk, als je het over nadenkt. Martineau's seks, maar dat grove, dat vind ik nou ja, dat een beetje overdreven. Dat is. En nou hier ook. Werken van Anton Martineau zijn doordringd van zinnelijkheid. Nou, ben ik het wel een beetje mee eens. Hier, Anton Martineau verft heerlijke gruwelijkheid. Kijk, dat is wat anders. Heerlijke gruwelijkheid. Nou, dan heb je weer Anton Martineau recht voor zijn raap. Ik zie jouw blik. Je piekert. Wat denk je aan? Wat zit je mee? Nou, ik zit eigenlijk helemaal nergens mee. Maar is het zo erg dat je gezicht verandert? Eigenlijk niet. Wat hier gebeurt, of niet hier allemaal zichtbaar te worden. Misschien wordt het heel wat mooier dan dit gladde koppen. En word je misschien zo. Kijk, wat anders. Kijk, dit was heel oud zo. Oh ja, oud. Kijk, en daar ben ik wel bang voor. Ja, dat vrees ik wel. Dat ik een beetje anders kunnen doen. Zo'n ding uit. Dus in die hele wisselwerking van stemmingen en gemoedstoestanden. Ja, ben je fysiek niet in staat dat te volgen, het vol te blijven houden? Ja, en dan klap je zo met je kop voorover op tafel. Daar ligt Anton. Het lichaam accepteert het niet meer, wil het niet meer, je geest ook niet. Nou, als het zich vaak herhaalt en dat je ook met een grote gretigheid honderden schetsen en tekeningen maakt en namen door blijft gaan, niks. Lijnen trekken, vormen niks, zoeken. Niks. Ja, dat schroeide de draadjes door. Maar het houdt mij niet tegen door deze ellende heen te vroeten met een dun pennetje, zuchtend, tot zonsondergang. Vaak is het ook wel de tranen in mijn ogen staan. Jezus, Anton, jongen, je bent geen schilder, jongen. Als je zo moet tobben en ploeteren en moet vechten in een doek, nou, dan ben je toch echt geen geboren talent, jongen. Nou, kijk, en dat gevecht vind ik juist zo bijzonder. Ik heb wel eens gehad dat ik denk, nou, de doek ga ik morgen klein snijden. Gaat de vullersbak in. Kan het één dag duren, twee dagen, maar dan steek ik niet mis. Dat heb je van Rembrandt nog nooit meegemaakt, hè? Ze triest. Maar. Kijk, kunstenaar zijn, ik vind het een titel die je zelf geeft. Ik heb inderdaad gemerkt ook dat ik iets aangeraakt heb wat zo hoerig, fascinerend, verleidelijk, uitdagend,
verlokkend, verleidelijk me heeft gepakt, in de wurggreep heeft gehouden en ik kon er niet meer aan ontsnappen. Met twijfels ben ik er wel goed voor. Dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Het was eigenlijk erger dan opium. Ik ging voor de bijl. Het mooiste vind ik altijd nog het volhouden. Erin blijven geloven. Dat je het voor jezelf opschrijft. Voor jezelf.